Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Wiener Remus, vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren, want we zijn heel goed. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video geüpload wordt. Ik ben de vlog van gisteren, de praatvideo, en ook kan er aan steken. Ik weet niet of er vandaag echt ook nog een Q&A gaat komen. Ik ben vandaag op cursus van Buwal uit. En ik denk dat dat heel vermoeiend gaat zijn. Dus ik weet niet of ik echt een Q&A ga opnemen vandaag. Anders wordt er nog een keer eens één dagje verschoven. Maar ik bezie het nog wel. Want na het werk ga ik sowieso eerst naar mijn ouders toe. Want ik kom langs die kant uit. Dan kom ik door naar hier toe. Ga ik mijn vlog nog uploaden. Ga ik kijken hoe lang dat die vlog duurt voor te uploaden. En daarna, en daarna ga ik door naar mijn schatje. Voor toch nog een uurtje toch nog haar te zien vandaag. Het wordt allemaal hectisch vandaag, dus. En wel, here we go. Ik ga ook een thuisluikje maken van hier tot een kiwiet. Bij wel kiwiet, daar moet ik vandaag zijn. Tot straks. Ik heb nog 40 minuten, dus ik ga hier even die boekenstop hier eens afbreken. Jawel. Dus hier is hopelijk een gele of een blauwe gym. Want ik ben hier bij Bonneuwijk, bij de kerk. En dat is een gym. Dus die ga ik nog wel doen. Tot straks. Yo. En dan kom ik aan en ben wel in Kiewit, waar mijn opleiding van start gaat. En ik zal dan zeggen over dit is. Take what you want from me. Zo mensen, de opleidingsdag nummer 1 zit erop. Dus gewoon morgen terug gaan werken en bij wel in Sint-Truiden. En dan ook morgen weer al dan een diepe week dat ik dan lessen ga krijgen. Vandaag waren de lessen echt heel interessant, dus ik heb redelijk wat bijgeleerd. Dankjewel Bewal daarvoor, ik mocht reclame maken. En de opleidingsvorm was Peter en Meter worden op het werkvloer. Vandaag hebben we dus ons wat met kleuren bezig gehouden en al. Bij deze hebben we nu ook wat reclame gemaakt ook voor hen. En de lesgeester was ook toppie. Want ik weet dat ze nu naar deze vlog zit ook te kijken. En misschien nu ook wat ze te blozen. Oh. Het was wel heel leuk. Heel leerrijk en al. En, dus, en ik heb het nog goed gevonden hier in Kiewit. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. En nu ben ik gewoon terug naar mijn ouders aan het rijden. Maar dan vanaf hier uit Kiewit. Dat is een heel stuk dat ik moet rijden terug naar mijn thuis toe, maar daar heb je dan wel voor over. Moet ik dan, worden er dan extra kilometers toegevoegd aan mijn loon? Ja. Want die vraag hoor ik al jullie ook al stellen. Kennen jullie toch al door en door, hè?
Oh, ik heb jeuk aan mijn neus. Al van dat ik de ganse dag mijn mondmasker aan heb gehad. Oké. Ik ga misschien nog deze avond nog een leuke Q&A doen. Samen met Bea. Hopelijk, als zij het wilt. Dan gaan we dat buiten doen. Buiten bij haar. Of dan misschien nog op locatie. Ik moet dat nog wel bezien. En het is ook nog ferm druk hier. In Hasselt. Pinker, moet je niets, mevrouw? Nee. Dan kon het er weer al andere wagens al in zijn gevoegd. Jammer. En wat ik ook nog vandaag heb gedaan, is heel veel keren met alcoholshell mijn handen ontsmet. Echt waar, man. Die plakken bijna aan elkaar. Oh. Voilà. En nu om mijn eigen werken. Hoe ik mij moet gaan voorstellen. Dat gaat ook nog leuk zijn. Denk ik. Dat ik dat allemaal kan aantreden. Hier is zo'n hele keer. Hier is echt druk verkeer vandaag. Ja, ik kom hier nooit eigenlijk als het 4:30 is. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik zal gas bijgeven. Voilà, toegevoegd. Mij vervoegd in de juiste richting. Richting de N80 Centruide. Ja, daar moet ik zijn. De N80. Allee mensen, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo! Mensen, dit wil ik ook nog even melden rondom de Q&A. Ik heb het redelijk vaak gedaan, de Q&A's opgenoemd en ook beantwoord. Dus daar ben ik wel echt ook heel blij om, omdat er nog altijd vragen en antwoorden komen. Dus ik heb daar zo nog een opmerking met de Q&A. Kan het zijn dat dit een van de laatste keren gaat zijn van de Q&A? Waarom? Ik heb nog de Q&A, wil ik nog altijd blijven doen. Geen paniek. Maar dan wel... Excuseer. Alleen de Discord-vragen wil ik nog beantwoorden. Dus daar heb ik ook een Q&A-room waar jullie gewoon hartelust jullie vragen kunnen op losvuren. Dan worden die ook wel beantwoord. Maar dan alleen maar dan via Discord. Maar nu ga ik nog de vragen nog beantwoorden via YouTube. Dus YouTube en Discord. Dus ik heb er nu twee dingen waar ik nu dus de reacties dus voorlees. En ook nog eens in één keer beantwoord. Maar dat gaat dus verdwijnen. Dat gaat alleen maar nog richting Discord komen. Omhoog van, oké, ik krijg redelijk wat abonnees binnen. Daar ben ik wel blij om. Ik krijg wel redelijk wat abonnees binnen. En daar ben ik wel echt heel blij om. Dat zo mag blijven duren. En ja... dat ik misschien wel binnenkort wel nog leukere dingen kan doen. Helemaal voor jullie. Wat mijn doel
is, eigenlijk met Psycho TV, is ook eigenlijk voor Psycho TV echt volledig te kunnen gaan werken. Dat ik ook niet de plezante dingen ga doen, wat jullie wel graag willen zien in een vlog. Dat wil ik dan ook wel gaan doen. Maar ook is het tegen mijn zin in. Maar dan wil ik dat ook wel nog gaan doen voor jullie kijkers. Is dat niet mooi? Maar dan, ik ga sowieso zeggen met die abonnees, het gaat redelijk snel de hoogte in. Er komen ook wel meer reacties op mijn video's. Daar ben ik ook wel echt heel blij om. Maar het wordt gewoon te veel en dan wordt ook mijn vlog gewoon te lang. En, en daar ben ik zo wat tegen. Ik wil niet dat een vlog een uur en een kwartier duurt. Maar maximum een uur of maximum een uur en 5 minuten. Ik wil er altijd daartussenin wel schommelen als ik een redelijke lange vlog ga opnemen zoals ik vandaag. Dus dat ik de Q&A ga beantwoorden, al de vragen, zowel op Discord als op YouTube. Dus bij deze. Ik zie jullie allemaal zelfs. Hoi! Erom, als een leer in een kooi. Als een kooi. Zo mensen, ik ben juist het eten gaan uithalen bij mijn ouders thuis. Nu ga ik nog gauw de vlog uploaden. Kijk eens, ik heb het eten gehaald. Voilà, bij deze. En nu ben ik richting mijn appartementje aan het rijden voor de vlog op tijdig nog online te kunnen krijgen. Dus om 7 uur, want we zijn terug verplaatst van de vloguren. Daar was heel veel vraag naar. Kunt je alsjeblieft je vlog terug online zetten om 7 uur? Oké, dat is goed. Mooi. Heel veel fietsers wachten hier niet voor de rode lichten. Heel veel fietsers niet. Maar die wel. Toppie. We gaan blijven aan het kijken. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo. Zo mensen, ik ben terug aankomen op mijn appartementje. Ik ga nu nog de Q&A opnemen voor jullie. De laatste via YouTube. Maar jullie kunnen er wel op ingaan. Ik heb zo gezegd. Ook tegen mijn schat, als er zoveel reacties op deze video kunnen komen van de Q&A, dat ik het dan nog moet blijven doen via YouTube talk, dan dus de YouTube comments te voor te lezen en te beantwoorden, laat het dan hier ook in de reactie weten. Dus moet ik verder doen of niet? Ik ga even ook het licht aan doen. Voilà. Laat het gewoon in de comments weten. En nu ga ik achter mijn computer kruipen. Mijn paswoord ingeven. Voilà. En dan kan ik de programma's opstarten voor de Q&A. Dus ik ga sowieso alle vragen beantwoorden. Zowel op Discord als op YouTube. Dus veel, veel luisterplezier, want dat is een andere fragment en dat is via die camera opgenomen dan. Toppie! We zijn dus aangekomen bij de Q&A. Welkom! We gaan eerst de Q&A vragen stellen die op Discord zijn gesteld. En dat zijn er een heel wat. Die van Boofside Pins. Dimi, ik wil wel editen voor u. Ik kan dat. Oké, Boef, ik neem dat in het achterhoofd mee. Dan Dr. Heustens. Hoeveel is de wortel van 25 in het kwadraat? Sorry, Dr. Heustens. Ik weet het niet. Jonas. Als je ooit een dochter krijgt, zou je deze Loriane noemen? Waarom wel of niet Loriane?
Het is wel een mooie naam. Dat vind ik wel. Dus, ja. Eddie Slingers. Eet jij liever joppiesaus of biljartsaus? Geen van beiden. Lus ik zelfs niet. Dat geef ik eerlijk toe. Dingoman72. Ben je een rimmer? Nee. Trimmer. Excuses. Nee. Dick Anders, Andermanson. Gebruik je gewone melk of karnemelk? Gewone melk. Eddie Slingert. Wat is je favoriete frituursnack? Frikandel. Team Terminator. Met hoeveel vrouwen heb je het bed al gedeeld? Nummer 5. Ik heb dus nageteld. Dr. Heusdens, met hoeveel mannen heb je het bed al gedeeld? Daar kan ik geen getal op plakken. Mr. Clean, vindt Bea de Hut Plus 18 kanaal wel oké? Ik weet het niet. Jammer genoeg is Bea niet bij mij. En dat was dus een e-mail. Nieuwe restaurants in je buurt takeaway. Oké. Dat ik dat ook alweer weet. Oké. BRNTMRCHL. Wie is dat op mijn profielfoto? Sonic the Hedgehog. Ik heb die een keer gevonden op internet, maar ik weet de naam van dat beestje niet meer. Bij deze is het beantwoord. Steen. Wat zou de eerste attractie in het Psycho Theme Park zijn? Het is mijn droom. Ja, ik mag dromen. Ik mag fantaseren en al. En als ik echt een pretpark ga open doen, mijn eerste attractie. Ik doe redelijk wat graag. Ik doe echt... Oh my god, ik doe redelijk wat graag. Ik denk een rollercoaster met... 8-9 loopings. Toppie. En dan ook nog eens dat we zo ook 5 keer in airtime. Koks, koekjes mogen daarin zitten. Dus. Ja. Een achtbaan. Steen. Waar zijn Eddie Slingers en klassieke Suzy naartoe? Ze zijn ineens verdwenen van Discord. Daar hebben we het dus al over gehad, Steen. Wat heeft de nieuwe CEO van Bobby Aland u misdaan? De nieuwe CEO van Bobby Aland heeft mij niks misdaan. Het was nog de oude. Die had het woordje besparen van de Spaanse groep iets te letterlijk genomen, waardoor dat ik continu thuis zat. Ik ging terug naar Bobby Aland toe. Geen enkel probleem. Ik ga dan in het restaurant eten, de vooraanse restaurant, en daar liet ik mijn personeelspasje zien. Ja, die personeelspasje is niet meer geldig. Hoe zeg ik? Die personeelspasje is niet meer geldig. Ik wijk hier toch? Ja, blijkbaar niet meer, want je bent van bord gehaald. Ah, oké, en dan is er daar allerlei dingen, ja, dat ze niet op mij konden rekenen, omdat ik 4 uur 's morgens vroeg onderweg was. Dus ja, ik had toen op dat moment geen auto. Ik deed echt alles, maar ook letterlijk alles met openbaar vervoer. En ik was 4 uren onderweg. 4 uren. Dankjewel. Bijvoorbeeld, vertel je verhaal eens rond Bobby Aland waarom je die blouse nog hebt en waarom je niet meer mag werken daar. Wat is daar allemaal gebeurd? Ja, ik heb juist die verhaal verteld. En ja, ook een keer van dat ik ook een boete kreeg van dat ik ook niet meer moest gaan werken. Hadden zij gezegd, ja, we hebben een gele papier opgestuurd, aangetekend, niks ontvangen. Ja, dat je een boete moet betalen, dat je de kleren zit niet komen terugbrengen, bla bla bla, dit en dat. Ik zeg, oké, ik kom morgen wel terug. Ik breng de kleren wel mee. En dan heb ik alles uit de plastic zak gehad en ratje en die een oude Bobby Aland directeur in zijn gezicht gegooid. Bij deze. Ik was gewoon kwaad. Maar ik heb geen geweld gebruikt. Dr. Heusdens, ben je ooit naar de hoeren geweest? Nee. Maar,
De hoeren hebben wel ooit eens mijn leven gered. Nu denken jullie van, huh, uw leven gered? Ja, dat was het nog eens in de tijd van een koppel. Ik ga niet de namen noemen, maar ik ken ze niet meer. Die kregen een ineke, ja, ik had die ook vervoerd naar een feest. En een keer kreeg die daar ruzie. Ik kon er niet meer aanzien. Ik heb mijn auto gepakt. Ik ben dan gewoon echt met het opjagen en al richting mijn thuis vertrokken. Maar kwam tot stilstand juist bij de hooilichten bij de Brunos en Brustum. Daar tegenover heb je dus ook een hoerenkot. Ik stond op de pechstrook. Ik was mijn knopken aan het zoeken. Voor mijn raam dus omlaag te doen, voor terug wat zuurstof te krijgen. Maar ik vond die niet. Die hoeren kwamen dan aangelopen, die zagen dat er iets mis was. Deurtrek open gedaan, direct de politie tegengehouden. En toen was het wel een linnetje terug wel goed dat ik terug wat zuurstof kreeg in mijn lichaam, want ik was aan het hyperventileren. En ik, ja, de politie stond dan langs mij en zegt, Dimitri, alles goed met jou? Moeten we de ambulance niet bellen? Ik zeg, nee, je moet de ambulance niet bellen, want het gaat nu al terug beter. Ja, maar het is wel verstandig om nu nog door te rijden naar huis toe. Ik zeg, ik zal wel de oude baan nemen. Ik ga niet de expressweg nemen, want daar moet je al 120 rijden. En als ik dan eens krijg, ja, dan kan ik me niet direct aan de kant zetten en niet stilstaan. Ik ga de oude baan nemen waar ik 70 mag rijden, dat ik dan direct echt aan de kant kan gaan staan. En als ik het terugkrijg en dan de deur gewoon opengooi. Oké, dat is goed, zei de politie. Voilà, bij deze was ik dan terug veilig en wel terug thuis aangekomen. En dankjewel. Die meisjes. Voilà. Dat was even het verhaal rond de hoeren. Heb je ooit lappen gehad van Eddie? Nee. Wie is de leukste van buiten Bea? Myron! Ik vind Myron dat die ook wel redelijk goed doet op YouTube. Bij Enzo Knol. Die kan ook wel echt zo grappig zijn. En ik krijg echt koppen van die meldingen hier op PC. Oké. Dus Myron. Van Enzo Knol. Waarom? Ja, die kan grappig zijn. Maar soms is ze ook wel serieus. En daar ben ik ook wel blij om. Oké. De volgende. Ik ga even een chat tempen. Voor 24 uur, voilà. Oké, klassieke Suzy. Hoe verklaar je de huidige hoogconjunctuur van PsychoTV? Klassieke Suzy. Sorry, ik snap niet wat je daarmee bedoelt met hoog. Ik kan het zelfs niet uitspreken, die woord. Wat jij in Discord-chat hebt gezegd. Ben het aan het googelen. De hoge nulop is de opgaande fase in conjunctuurbeweging van de vrije marktcommunie. Deze kenmerkt zich door de grote economische bedrijven en grenige werkloosheid en krachtige besteding onder consumenten. Een overspanning hoog conjunctuur lijkt aangenaam, maar dat is uiteindelijk niet. Oké. Ja, sorry, klassieke Suzy. Ik kan jammer genoeg er niet op ingaan. Ik weet niet wat je juist bedoelt. Ik heb het opgezocht, maar sorry. Remco. Kwaliteit van de vlogs. Ja, dat is geen vraag. Stond er gewoon zo in. Stijn, hoeveel volgers denk je eind dit jaar te hebben? We zitten nog maar in de zesde maand. 1500? Zoiets. Als dat zo voort blijft gaan. En dan BRNTMRCHL. Zou je hier weer voor inschrijven als het terugkomt? Keert Big Brother terug op de Vlaamse scherm? Keert Big Brother terug naar Vlaanderen? TV-visie.
Ja, waarom niet? Maar het probleem is, als ik mij 100 dagen laat afsluiten, zijn er ook wel geen 100 dagen geen vlogs. Gaan jullie dat wel aankunnen? 100 dagen geen vlogs van mij. 100 dagen dat ik niet meer kan uploaden. 100 dagen dat mijn kanaal stil ligt. Wil ik dat? Nee. Maar ik wil wel eens meedoen met Big Brother, want ik heb bij het eerste seizoen op mij ingeschreven. Ben ik heel eerlijk om. De eerste seizoen waar ook Frank Molnar, Spilly, Patty en al ook meededen. Dr. Heusens, ooit gedacht om een neuscorrectie te doen? Zo ja, kan ik u wel contact brengen met mensen die hierin gespecialiseerd zijn? Nee, dank u, er gaat geen draad en naald door mijn lichaam. Of iets niet corrigeren. Nee, dat doe ik niet. Dit waren de vragen van Discord. Dat heeft dus al 12 minuten geduurd. Dan gaan we over naar de vragen op YouTube. Dan gaan we zo naar de vlog 860. Een zeer slechte dag. Ik haat dat, hè. Als er updates in één keer doorkomen op mijn computer, tijdens dat ik aan het opnemen ben. Oh, oké. Wanneer gaat Bea terug intrekken bij u? September, oktober of november. Eén van die drie maanden. 9 van de 10 kansen. Maar ik ben niet 100%. Ben verdikt. Wauw, jij kunt die tekst nogal goed meezingen. 7 dubbele punt 12. We gaan eens even kijken. Dus dat laden, mensen. Ben? Ik denk dat ik het niet goed heb gezongen. Oké, die stuk moest er niet in. Oeps, sterk, Dimi. 4.39. Niet zo vloeken, Dimi. Dan word je demotedijzet. Krijg je geen YouTube-monies. Oh, is dat zo? Heb ik daar gevloekt? Het is weer dat later. Bij mij is dat zo. Het is wat ik rijd terug rond. Toppie! Nee, bij mij is dat zo. Als de wagen maar kan rijden, dan ben ik al heel blij. Als ik me in mijn auto kan verplaatsen, ben ik al heel blij. Ik hoor hier toch geen gevloek in? Oké. Dan, ik zag twee peren broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Daar zijn dus, ja, hij heeft dus gereageerd. Zeggen TV, ik wil iets rechtzetten, want er is een grote fout opgetreden. Iets waar ik niks mee te maken had. Sorry, ja, oké. Okay. Dus daar ben ik wel in contact al gekomen. Oké. Okay. En, ja. Dan gaan we door op de volgende Q&A. 861. Daar zijn 7 reacties op gekomen. 2109. Maar waarom was de vraag? Je beantwoordt de vraag nooit. Waarom deed je het? Oké, ik ga eens even kijken. Hè. 9.08. Is het echt duidelijk te zien dat je uw touwtje van de mondmasker kapot trekt? Kijk zelf maar. Waarom? Ja, mondkapje aan. Goed zo. En dat meent je niet. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb het gezien, goed gezien. Je mag... Oké, die vraag is toch beantwoord. Waarom deed je het? Ja, ik wou dat klein beetje veller aantrekken, dat dat iets beter zat in mijn oor. Maar ja, ik had het kapot getrokken. Sorry. Bij deze. 26.35 tot 27.05. Het spijt me, Dimi, maar ik geloof u niet goed dat je het snapt. Volgens mij zeg je dat je gewoon maar om er van af te zijn. Vooral het geval dat je het nog steeds niet begrijpt. Het gaat over de fout die te zien is van 26.17 tot 26.20. Speel het desnoods vertraagd af. Je moet voor sorteren in de vak van de richting waar je uit wilt gaan.
Het is niet de bedoeling om de rechtse vak te nemen om daarna onmiddellijk terug naar links te gaan. Het houdt je al twee keer achter je op. Ik heb het bevraagd ook al aan de politie, want daar is echt een hele grote discussie rond. Want heel veel auto's rijden ook nog over die volle lijn, wat totaal niet mag. En over die stippellijn, daar is de politie dus echt ook niet 100% in thuis. Er rijden ook mensen, dus ook zo gelijk hoe ik rijd. En dan die stippellijn gebruiken voor op de andere rijvak in te slaan. Voor naar een andere zijk te gaan, bijvoorbeeld. Mag het niet? Ja, dat is zo'n discussie dat daar gaande is. Gaan ze die lijn nog verder doortrekken? Ja of nee? Het is een heel discussiepunt daar rond, op die kruispunt. Want ik heb het mij echt ook al gaan bevragen en de politie weet het ook niet 100%. Sorry. Maar ik ga het wel deze keer doen, hoe jullie het zeggen. Ik ga altijd nu naar de uiterste rijvak. Als ik volgende keer terugkom van Bea, dat ga ik jullie ook wel beloven, dan zal ik het ook filmen. Dat zal morgen, dus morgen kom ik sowieso al terug van Bea. Dan zal ik het dus onderuit filmen hoe ik die kruispunt dan perfect neem nu. 43-31, val jij op jongens, meisjes of valt Bea op oude mannen? Dat is weer een vraag voor Bea. Ik denk oude mannen. Want ik ben er ook nu 32. Mijn schatje is er 23. We zijn ook al 9 jaar verschil. Dus op een latere leeftijd is die verschil evenveel en dan is er geen discussie meer over. Dan kunnen jullie misschien allemaal weer al kijken naar kinderen. Het is over ook nog een andere Q&A waar ik ook al op heb beantwoord. Oké. 22-31. Kijk, dat bedoel ik dus. Volledig onverstaanbaar. Dit is echt respectloos naar uw kijkers toe. Als je de Q&A niet op een fatsoenlijke manier kunt doen, stop ermee dan. Dan stoppen wij ook met reageren. Oké. Eerlijk, geloofwaardig blijven ten opzichte van de kredietbladen als de sensatie te zoeken. Laat de vijfhonderd eens niet naar je hoofd stijgen. Oké, dat is goed. Ik zal niet naar mijn hoofd stijgen. Ah ja, dat ik... Zo was aan het praten, ja. En het versneld. 149 views. Oké dan. Moet die Q&A. Dat maakt niet uit. Titef, second. Charlie's van der A, first. En dan hij, 69, third. Oké. Dan gaan we door naar vlog 862. Maar, vooraleer dat ik daar die vragen ga beantwoorden. Ah ja, juist. Ga ik ook mijn gsm even insteken. Ja, dat is met gezichtsherkenning, maar die pakt niet altijd. Jammer. Ga ik mijn gsm ook ondertussen tijd leeghalen, terwijl hij die Q&A doet. Dan moet ik daar zelfs al niet meer op wachten. Dus ik ga jullie even in de wacht zetten. Voilà, dat staat dan nu ook aan het verplaatsen. Dus al de bestanden wat op mijn gsm staat, ben ik nu aan het verplaatsen naar de pc toe. Kan ik zelfs ook al, nadat ik de Q&A heb gedaan, mijn vlog al op renderen zetten. En dan kan ik die morgen al echt heel leuk al in de upload gooien. Hoe leuk is dat? Zo moet ik dat eigenlijk altijd doen. Dan kan ik dat altijd om 7 uur terug online zetten. Voilà. 862, 7 reacties. Katijn Plaratijn. Ja, maar Dimi, je hebt 547 abonnees. Hoe kan dat? Ja, het stijgt echt enorm snel, Katijn Plaratijn. Ik weet ook niet hoe dat komt. Janne LX. Ik
Hou van u, Timmy. Oei, 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 oei. Jana, maar zo schoon. Hoort je dat, Timmy? Ik zag twee berenboordjes meer, bla, 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 bla. Ja, ik heb het gelezen. En dan Kato Eerden Eerdekens. Mag ik in plaats van Bea langs jou zitten, XX? Nee. En dan, ik zag twee beren broodjes smeren. Daar kan een klein beetje van niet erover, hè. Kato, jij komt maar eens op mij zitten. Echt waar, denk eens na. En dan, een tegenreactie van chef Weegaard. Ben jij niet wat jong? Groetjes. Oké. En dan Ben Verdikt. Waarom zit je eigenlijk op zoek naar een nieuwe sociale woning? Waarom geen gewone woning / appartement? Je hebt toch werk? Ja, ik weet het. Maar dat komt nog wel. Geduld. Dan gaan we over naar de praatvideo via Discord nummer 1. Daar zijn geen reacties op gekomen. Kijk, als ik livestreams doe, die livestreams die worden ook geüpload op YouTube terug. Dus ik vraag voor het ook online te zetten. Jullie mogen dan daar ook nog terug opnieuw onder reageren. Moet niet, mag. Dan gaan we door naar vlog 863. Dan 8 reacties. Huug G. Reaction. Waarom werd er getoeterd op u 2.13? Ah, dat ik die buitenste ring heb genomen en die wou invoegen over een volle lijn. Dat was weer op die ene kruispunt van de record en Frans Willem. Jammer dat we het niet konden zien. Ik vind het ook wel jammer. Volgende keer, ik weet niet wanneer ik ga doen. Wanneer ga je een vlog maken over FC Nerds? Ik zal even het verhaal doen rond FC Nerds en dan is dat ook al beantwoord in deze vlog. Ben Verdikt. Ik heb dus audities gedaan voor FC Nerds. Omwille van je weet, ik doe hier en daar speel ik wel eens mee in een filatoon of ga ik mee in publiek zitten. Noem maar op, dus gelijk The Perfect Kill heb ik meegespeeld. Tom Waas Undercover, seizoen 1 heb ik meegespeeld. Is er Vivi in Tahiti in publiek? Noem maar op. Bij FC Nerds heb ik audities gedaan, maar omwille van... Als ik jonger was, had ik ook vroeger ook gevoetbald. Ik geef dat eerlijk ook toe. Maar ik ben het daar afgetrapt, omwille van dat ik het niet meer wou spelen, voetbal. En ja... Een paar jaren later, ja, heb ik dan meegedaan aan FC Nerds, de ODC. Ook Bjorn Roesbeke, waar ik ook nog af en toe nog eens contact bij heb, maar echt niet meer zoveel. Maar FC Nerds, ja, die zeiden dat ik kon voetbal, want ik was een klein beetje met aan het voetbal, want ik was aan het schotten met links. Toen vroeg ik ook eens, ja, schiet eens ook eens met rechts. Ja, en toen viel ik door de mand dat ik wel redelijk goed kon mikken op doel. Voilà, bij deze. Dat is alles rondom FC Nerds wat ik eigenlijk heb gedaan. Dan S-Docs. Wanneer doe je met The Voice van Vlaanderen? Wanneer doe je mee met The Voice van Vlaanderen? Never. Never. Jonas Ilsbroeks. Als ik het niet goed zeg, laat het hier in de comments weten hoe ik het dan wel moet uitspreken. Hè? Ilsbroeks. Brooks of zoiets. Die hebben misschien een goed idee om op Discord een fraudekanaal te maken met fraudenummers. Want ik onthoud dat nooit goed.
Ja, ik word de laatste tijd veel lastiggevallen door fraudenummers. Dan de volgende. Jonas Ilsbroek opnieuw. Dat is niet uw kruispunt. Hey man. Wat je daarmee bedoelt, oké, ja, dat is niet mijn kruispunt. Oké, dan, dat is niet mijn kruispunt. Ik ga even iemand moeten beantwoorden op Messenger. Oké. Dan Ben Verdikt. Wist je dat uw YouTube-kanaal verwijderd kan worden als YouTube ontdekt dat je vals speelt met uw abonnees? Ik speel niet vals met mijn abonnees. Ik ga ook nergens op een website voor bots in te huren voor op mijn kanaal te komen. Of sub for sub doe ik ook niet. Dus. Dus ja, bij deze. Dan heb ik daar twee keer op ge dan heb ik daar een antwoord. Ben niet vals aan het spelen. En dan ben verdikt. Adsago TV. Zo bedoelde ik het niet. Oké. Ik bedoel dat YouTube uw kanaal kan verwijderen als zou blijken dat je vals speelt. Of je het doet of niet, boeit me niet. Dat is uw keuze. Dan heeft hij daar een URL open gegooid van YouTube. Ja, daar zijn ook wel redelijk wat reacties op gekomen, maar dan wel in het Engels. Oké. Dan gaan we door naar 864. Twee reacties maar, jammer. Hug, G, Rection. Maak eens een Google Yourself video. Laten zien want er allemaal van je op Google te vinden. Ah, Google Yourself. Ah, oké. Is Google te vinden is. Denk heel veel. Denk echt heel veel. Maar dat gaat niet in deze vlog komen. Jammer. Want of anders gaat deze vlog echt extra lang zijn. Hey, 69. Ik ga eens even drinken, man. Oh, mijn keel wordt droog. Na al 28, bijna 29 minuten te tetteren. Bea, moest het ooit gedaan zijn met Demi? Zou ik dan je nummer kunnen krijgen? Lekker ding. Hey, 69, niet onder mijn durfje schieten, hé? Niet onder mijn durfje schieten, hé? Dan gaan we door naar 865. Daar zijn in totaal drie reacties op gekomen. Hey Dimi, ik denk dat vanaf 2.18 iets misloopt. Ik ga eens even Zo lekker kijken. gedoucht. Oh, lekker mijn tandjes gepoetst. Lekker mijn geschoren. Toppie. Dan ben ik klaar voor te vertrekken. En voordat we vertrekken, ga ik nog eens even de stand van zaken meegeven. De zesde van de zesde maand 2020 om 8:11 609 abonnees al. Toppie. Mooi, mooi, mooi. Dus ik ga nu een timeslap maken van hier naar Zandhoven. Maar net niet voor haar thuis, daar zet ik het weer al af. Salukes, joe. Ik heb geen fout gezien. Wat is er eigenlijk dan fout aan? Is misloop. Begin ineens te praten voordat de mond te bewegen. Van desbetreffende woorden maait. Ofwel kan ik in de nabije toekomst luisteren, ofwel klopt er iets niet in het samenvoegen van het clipje en de audio. Ja, ik controleer het wel, maar ik vind soms de fout niet. Dat geef ik eerlijk toe. Natuurlijk hoop ik dat het eerste is, maar indien niet, wil ik ervoor zorgen dat je deze fout nakijkt om je channel te laten groeien in de toekomst.
Probeer die fout echt zo weinig mogelijk in mijn video's te maken. Maar soms loopt die fout daar ook in, waardoor dat ik het jammer genoeg het niet, dat ik het niet weet hoe ik het kan verbeteren. Maar in de toekomst let ik er wel feller op. Huug G. Reaction. Ken je eigenlijk de weg van buiten van al die plaatsen waar je naartoe rijdt in je vlogs? Ja, ik ken redelijk veel straten hier in Vlaanderen. Dus ik weet perfect hoe ik nu al naar Kruis moet rijden zonder GPS. Ik weet perfect hoe ik al naar zee moet rijden. Ik weet perfect hoe ik naar de Plosland de Pannen moet rijden zonder GPS. Ik weet perfect hoe ik naar Bobbejaanland moet rijden. Noem maar op. Dus echt waar, ik ken redelijk veel baantjes van ah ja, zo moet ik nu rijden, zo moet ik nu rijden, zo moet ik nu rijden. Ik heb bijna mijn GPS er eigenlijk praktisch niet meer voor nodig. Het zit hier allemaal. Waarom lees je de comments altijd zo snel en... Weer een e-mail. Waarom lees je... Dus van Ben Verdikt, hè? Echt? Ja. Echt. Waarom lees je de comments altijd zo snel en ongeïnteresseerd voor tijdens de Q&A? Alsof je er zo snel mogelijk van af wilt zijn en het tegen uw goesting doet. Interesseert je u dan zo weinig in, uw fans zeggen? Het interesseert mij heel veel wat mijn fans zeggen. Ben, voilà, bij deze is ook al beantwoord. Deze kritiek werd al vaker gegeven, maar je houdt er nooit rekening mee. Zeer jammer. Het probleem is, dat heeft Bea ook al ontdekt, dat hebben al veel mensen ontdekt. Het is niet alleen de comments waar ik zo snel voorlees. Als ik ook andere teksten, bijvoorbeeld in Betreven zo moet lezen, voorlezen, dan lees ik ook al redelijk snel. Dan zeggen ze, oh Timmy, wat trager, wat trager. Ja, ik weet het. Ik heb daar moeite mee. En bij deze Q&A ben je er maar ook echt heel goed mee aan het opletten. Echt waar, dat ik... dat jullie ook mee beter kunnen verstaan. Bij deze. En dan 866. Ben Verdikt, 1 minuut. Ja. Want ik heb ook gezien dat er redelijk wat abonnees toch niet zijn geabonneerd op mijn YouTube kanaal. En die toch naar mijn filmpjes zitten te kijken. Dat is niet goed, hè? Zo blijven jullie ook niet op de hoogte als jullie niet geabonneerd zijn. Bij deze, welkom. Dat klopt, wat ik daar zeg. Dus ik heb zelfs ook de cijfers proberen boven te halen. Abonnees zijn nog niet geabonneerd. Dus de niet geabonneerde abonnees bedoel ik. Nee, de mensen die naar mijn... Oh man, dat is soms zo moeilijk om iets uit te leggen. Mensen die gewoon naar mijn YouTube-filmpje zitten te kijken, is een hele grote percentage. Die zijn nog niet geabonneerd op mijn kanaal. Doe het hier even. Hieronder staat de abonneerknop. Hè. Doe het gewoon even. Dus het is ook volledig gratis en zo help ik mij ook groeien in de YouTube-wereld. Waar ik jullie ook echt niet 100%, maar 1000% dankbaar voor ben. Een hardcore gamer, gaming, je hebt het gelijk. Ah, wel. Ik ga eens heel snel gewoon eens opzoeken. Ik ga dus nu naar de YouTube-studio. Dat is, oh my god, 750. Als ik ging kijken, dat is op 21 uur 27 om 9 uur 06. 750 abonnees. Oh yeah, 750 abonnees. Yes. Waarom ontwijk je ons eigenlijk? Zijn we niet meer goed genoeg? We weten dat je er bent, want je hebt iets gepost in de Q&A-channel. Ja, ik weet dat ik er ook ben, maar ik ben aan het opnemen. Ik ga even schrijven. Ik ben aan het recorden. Voilà.
Dus ik ga nu heel snel naar mijn statistieken. Echt heel snel aan het kijken waar het staat. Betrokken. Staat al hierbij? Nee. Bij publiek? Ja, ik heb het gevonden. Dus ik had jullie ook laten zien. En ook laten zien... Oei, geen percentage meer. Oké, maakt niet uit. Dus ik ga het jullie laten zien van de abonnees en de niet-abonnees. Mensen, kijk maar. Dat is dus mijn statistiek. Zie dus hier van de stijging. Geabonneerd 17,97. Niet geabonneerd 4,38. Dus daar zit het toch wel. En soms komt die groene hier boven. Zit het er meer... niet geabonneerde kijkers te kijken, dan wel geabonneerde kijkers te kijken. En dat vind ik soms wel jammer. En dan zit je hier ook van onder, dus waar nu ook die vraagteken bij staat, geabonneerd, is 2604 weergave, 46%. De gemiddelde weergaveduur is $3.49. De gemiddelde percentage bekeken is 16,9. En dan kijktijd uur is 166,3 voor geabonneerden. En de niet geabonneerden zit ik hier aan 3033. Gemiddelde weergave duur zit ik onder de geabonneerden. Dat is wel beter. Dat is 2 minuten en 30 seconden. Dan heb je nog de gemiddelde percentage bekeken is 5,9%. Kijktijd, dus naast gezien uur, is 126,5 uren. En van waar komen mijn abonnees? Via de YouTube homepage, via YouTube zoekopdracht. Ziet Cycle TV of Cycle TV, dat gaat goed. En nu wil ik terug. Dus dat gaat echt ook allemaal de goede kant uit. De leeftijd van de kijker, dat wouden jullie ook nog eens weten. Dus de 18 en de 24 jaar zit maar liefst 54,2% naar mij te kijken. Dus de 25 en de 34 jaar... nog maar 39,7% en tussen de 35 en de 44 jaar 6,1%. Dat is wel weinig. En jammer genoeg, oei, er is geen dingen van 13 tot 17 jaar. Oké dan. We gaan dan wel verder met de Q&A op YouTube. Ik ben er wat afgeweken. Er is maar één reactie opgekomen van Hein69 First. Want het kan zijn dat die vlog 9 juni, ja, die is toch maar pas online. Dus daarom dat er ook nog zo weinig comments is. Dan dank je wel om een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier zeker niet op het abonneerknopje te drukken. Het is volledig gratis. Je moet er eigenlijk niks, maar ook echt geen ene eurocent voor betalen. Dat moet niet. Moet niet. En via mijn website is er ook een donatieknop komen. Je moet niet doneren. Het mag. Dus daar is ook dus een donatie, ook in de knoppenbalk van boven op mijn website. Dan kun je daar ook gaan doneren. En dan vergeet ook dan niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eigenlijk een nieuwe video online komt op mijn YouTube kanaal. Dus, en kom ook zeker naar de Discord chat. Bij deze. Dankjewel om een deel echt uit te maken van mijn leven. En ik zie jullie allemaal morgen weer al.
Tot later!